Met het filterniveaus ben je in staat om kleurcorrecties en contrastbeheersing toe te passen op een vrij eenvoudige manier, maar met toch vrij veel controle. Je vindt het filterniveaus hierboven bij afbeelding, aanpassingen en dan niveaus, of met de sneltoets Ctrl L. Dit is vervolgens het niveauvenster wat je voor je krijgt. En als je nu wijzigingen gaat aanbrengen en je drukt op OK, dan wordt het toegepast op de laag waarop je op dat moment bezig bent. En dat is natuurlijk geen manier van werken, want je wil een manier van werken waarin je eventueel later altijd nog iets aan kunt passen. Dus we klikken op annuleren en we gaan een aanpassingslaag maken. En vervolgens zie je wederom hier het niveau filter. Maar nu ligt het bovenop de laag en kan ik in een later stadium altijd nog terug. Wat zien we hier? We hebben een aantal voorinstellingen waarmee we dus gewoon kunnen kiezen om meer contrast toe te voegen of bijvoorbeeld de foto wat lichter te maken. En het filter gaat dan gewoon zelf aan de slag. Ook een knop automatisch. En vervolgens verzint het algoritme achter het filter iets wat misschien wel bij je aansluit en misschien ook niet. Hieronder natuurlijk altijd de knop om helemaal terug te gaan naar het begin. Naast de knop automatisch staat RGB en je kunt ook in de losse kanalen werken. Daar ga ik je dadelijk iets meer over vertellen. En in het midden waar het allemaal om draait, een histogram met daaronder een paar kleine pijltjes. Aan de linkerkant hebben we het pijltje staan voor de zwarte gebieden. En ga ik dat bijvoorbeeld over het histogram slepen naar rechts, dan ga ik meer zwart in mijn foto brengen. En zie ik bijvoorbeeld in de achtergrond dat deze al snel dichtloopt. Zet ik het nou terug, dan zie je dat er achterin weer wat detail komt. En dat geldt ook voor het pijltje rechts. Dat zijn natuurlijk de lichte tonen. Schuif ik die naar links. Dan ga ik meer wit in mijn foto brengen, meer licht in feite. En dan zie je dat die ook al snel stuk gaat. Daaronder zie je een aantal waarden. Je ziet in dit geval 0, 1 en 167 staan. En die 167 blijft er heel bewust staan, omdat ik net het pijltje aan de rechterkant de lichte tinten heb verplaatst. En dat pijltje dat staat nu op 167. En alle helderheidswaarden, en dat begint bij 0 tot 255, alle helderheidswaarden na 167 zijn nu absoluut wit. En ga ik dit dus verschuiven, dan zijn nu alle helderheidswaarden na 255 absoluut wit. Nou, die zijn er niet, dus er is in dit geval, als ik naar het histogram kijk, ook geen sprake van absoluut wit. Dat geldt natuurlijk ook aan de linkerkant, waar die 0 staat. Als ik het pijltje wat verschuif en het staat bijvoorbeeld op 18, dan zijn alle helderheidswaarden die 18 of lager zijn, zijn nu absoluut zwart. En dat zie je ook in de achtergrond. Er is nog een middelste schuifje waar 1,00 staat en dat gaat over de middentonen. En dan kun je je foto iets fletser of iets contrastrijker maken in een handomdraai. En daaronder heb je nog een andere schuifbalk staan met twee vakjes. Links de zwarte. Daarmee maak ik mijn foto fletser. Dus ik ga het absolute zwart dan een klein beetje omhoog halen. Niet te veel natuurlijk, want dat ziet er ook niet uit. Dat wordt een beetje mistig. En met wit natuurlijk precies het andere het tegenovergestelde. Nou, zo simpel werkt curves in principe. En wat is dan een mooie contrastinstelling? Dat is bijvoorbeeld iets meer zwart erbij en iets meer wit erin. En dan zie je als ik het filter bijvoorbeeld uitzet dat ik al in een handomdraai een klein beetje contrast erbij heb. Wil je nou weten waar die grens ligt, wanneer uh, bijvoorbeeld er te veel zwart in komt, dan is er nog een handig voefje. Als je er altijd ingedrukt houdt en je gaat dan een pijltje verslepen, dan zie je dat nu alles wit is. En ga ik dan meer zwart erbij doen, dan gaat het op een gegeven moment zich ontpoppen waar al dat zwart ontstaat. Als ik hem nu loslaat, dan is de achtergrond volledig zwart geworden. Nou, is dit ook wel te veel van het goede. Maar als ik bijvoorbeeld zeg van nou ik wil wat uh, wit erin. Maar er moet nog wel detail in de jurk blijven zitten. Dan zie ik dat ik zo bijvoorbeeld een aardige waarde heb. En dat er uh, wel iets meer wit in de foto zit. Maar dat de details in haar jurk toch nog gewoon bewaard zijn gebleven. Ik had het al eerder over de losse kleurkanalen. En ik selecteer bijvoorbeeld even groen. Nou, nu ga ik alleen werken in het groene kanaal. En als ik nu bijvoorbeeld alle donkere tinten dicht schuif... dan zie je dat de foto een klein beetje magenta wordt... Of als ik met het witte slidertje trek, dan zie je dat er een klein beetje groen in komt. En ga je aan de midden tonen, dan ga je links naar groen en rechts naar magenta. En dat geldt ook voor de andere kleuren hoor. Bij rood kun je er of meer rood in draaien, of meer cyaan. En bij blauw kun je er meer blauw in draaien, of de tegenovergestelde kleur, meer geel. En op die manier kun je dus ook een beetje met kleuren werken. Dan zijn er nog drie pipetjes: en dat is respectievelijk zwart, het middengebied en wit. En als ik bijvoorbeeld het witte pipetje pak en ik klik op iets euh, wits, dan zie je dat er een hele kleine aanpassing is. Maar klik ik bijvoorbeeld op iets donkerders, dan gaat hij van die donkere stukken gaat die proberen absoluut wit te maken. En dat is natuurlijk ook geen gezicht. En datzelfde geldt voor zwart. Klik ik in een donker gebied, dan maakt hij dat gewoon netjes zwart. Klik ik in een veel te licht gebied, relatief gezien. Dan wordt mijn foto weer veel te donker. En daar heb je ook nog het middelste pipetje in. En daarmee zou je een uh, middengrijs toon kunnen kiezen. En doe je dat, heb je bijvoorbeeld echt een middengrijs toon. Zoals een, een stoeptegel bijvoorbeeld. Dan zal hij automatisch een kleurzweem eruit halen. En je ziet hier bijvoorbeeld dat dat net een klein beetje een zweem erin heeft gebracht. Als ik het nog een keer doe, ik ga bijvoorbeeld zeggen dat dit mooi middengrijs is. Dan zie je dat er toch een klein beetje meer rood in komt. En zo simpel werkt het filter niveaus.